ein kleines Stückchen rein. Zeelslot. Ja, dat gaat. En nu zit hij erin en nog een keer eruit. Als je rijdt, gaat hij eruit. Als je rijdt, gaat hij er pas uit. Ja. Dan gaat het op olie terug. De ring gaat op. Oké, dit voelt heel soepel. Helemaal ik, naar ik, rechts. Ik voel dit hier. Ja. Deze. Een beetje naar achteruit. Dit is achteruit. Ja. En dit is heel stug. Ik voel hier, ik weet niet of hij er nou in zit. Oké, zo, ja, zo, nou zit hij er pas in, hè? Ja. Ja. De schakelwegen zijn ook heel lang. Veel lang. Want ik voel hier een enorme weerstand. Een Belaris, 29, van Ben. Ben, ik kom eens even bij jou in de cabine. Hier wordt nog echt gewerkt met de Russen. Ja, we hebben heel veel Russen. Ja, dit is een Belaris 29. Ja. Hoeveel pk is deze? 90 pk. Deze is 90 pk. 90 pk. En welk bouwjaar? 1999. Ja. Misschien kun je iets uitleggen over die versnelling, over die versnellingen. Nou, de versnellingen is geen H-versnellingen. Eén naar voren, daarnaast zit twee, recht naar achteren is drie, helemaal links naar voren is vier. Wil je naar achteren toe, helemaal indrukken en naar achteren. Dan heb je hier de schakeling voor hoog en laag. Wat ook onder het rijden op de harde weg heel makkelijk is, omdat hij zoveel vermogen heeft onderin. Deze motor hou je hem gewoon in de vier en dan doe je met de hoog-laag kun je lekker rijden. Hebben we aan deze kant, dit is de aftakas. Niks is hydrauliek bij ons, alles gaat met het mechanische hefstelsel. Er zit een hele sterke veer in, die zorgt ervoor dat hij achter aangedreven wordt met riemen. Dan is dit voor de niveauregeling. Dit is voor de heavy richting. Dit is voor de frontlader. En deze is, en dat is Belaris wel mooi, achterwielaandrijving, eentje naar achteren, zelfdenkend 4x4. Eentje naar achteren, starre 4x4. Waarom is die zelfdenkende zo mooi als je aan het ploegen bent of wat anders? Als de wielen zo schuin staan als ze nu staan, is die uitgeschakeld, staan ze een klein beetje rechter, dan staat die automatisch in de 4x4.
9,52. Hey Miel, jij bent hier de Belaris, mijn rijder. Ja. Hoeveel pk is deze? 110 pk. 110 pk in welk bouwjaar zo? Dit is 11 jaar oud. Ik heb ook een turbo. Ja, ik hoor hem net even fluiten. Ja. Zo zet je hem in de lage giering en zo zet je hem in de hoge giering. Dan heb je in iedere giering heb jij 4 versnellingen. Ja, 4 versnellingen, ja. Ik zal hem even richten hier op dit plaatje. Dan kunnen we het precies zien. Is het makkelijk te schakelen? Ja. En dan heb jij hier ook nog, ja. Hier ook nog een hoog-laag, ja, net ja. Als de ander. Ja. Nou. Dan gaan we een stukje maaien. Ja. Ik rijd met je mee. Moderne trekkers heet dat op druk, met een drukknopje. Ja. Zo, hoog, laag. Dat is soepel te schakelen. Ja. Want die vier andere versnellingen, die zijn wel gesynchroniseerd. Ja. Maar moeilijk te schakelen. Moeilijk te schakelen. Dan moet je wel de juiste toerental hebben. Ik zal nu terug gaan naar de 3. Dat is toch met een krasje, ja. Nou ga ik dadelijk opschakelen, is geen probleem.